In deze video ga ik samen met Julia en Siebe de Azula stalken. We hadden van tevoren een heel mooi plan opgezet wat eigenlijk meteen al een soort van in duigen viel, maar het werd daardoor misschien nog wel spannender. De Azula had uiteindelijk een hele gestreste dag en blijf vooral kijken tot het einde, want dat is echt leuk. Hier is nog een polo! Hier is nog een zwarte polo! What the fuck, er zijn vier zwarte polo's! Ja, maar die linker, dat is de Azula sowieso. Hey. Koen? Ik zie dat je kijkt. En dat je nog niet bent geabonneerd. Ik zie het allemaal hoor. Ik zweer het je. Nee, maar serieus. Abonneer nou even. Oké, laten we beginnen. Hey, hallo, hoe is het? We zijn onderweg naar Rotterdam. Daar is het hoofdkantoor van Sunweb, a.k.a. GoGo. En daar staat Julia. En ik zal meteen even uitleggen waarom we in de auto beginnen. We staan namelijk in de file en het lijkt erop dat we te laat gaan komen. Dus we besloten de intro vast in de auto te doen. Dat scheelt tijd. Hi! En Siebe is ook mee. Hallo. En dat is dus top, want Tajula heeft Siebe nog nooit gezien. Ja, jullie hebben de vermomming geregeld. En ik weet ook niet wat ze heeft gehaald, dus ik ben heel benieuwd. Dat gaan we zo meteen zien. Maar eerst moeten we dus proberen op tijd te komen en dan hopen we dat het gaat lukken. Het plan was als volgt. Tajula moest de hele dag een podcast opnemen en ik kende toevallig de mensen die in het gebouw werkten waar die dat ging doen. Want wie is er nu dan te gast? Nu zijn de havenopkomers te gast. Ja, app mij gewoon als je er bent of zo. En dan laat ik jullie gewoon weten hoe of wat de situatie is. Of ze nog bezig zijn. Ja, dat zou top zijn. Ja. Als wij mee bakken houden, dat zou fantastisch zijn. Ja, tuurlijk. Dus ik had geregeld dat wij het gebouw in konden gaan en hem daar konden bespieden. Vervolgens wilden we naar zijn auto in de parkeergarage lopen en er een briefje op plakken met dat we zogenaamd schade hadden gereden aan zijn auto. Vervolgens zat er natuurlijk helemaal geen schade op en was hij dus aan het zoeken naar niks, dat leek ons dan grappig. En vanaf daar zouden we dan verder kunnen kijken hoe het zou lopen. Alleen was er één ding niet voorzien. Ik vind het echt niet leuk. Ken jij de Afro Bros niet? Gast, wie zijn dat? Nee, sorry, Afro Boys, ik ken jullie niet. Afro maar... Boys. Zijn ze toch? Wat was het dan? Oké, ik kreeg net een appje dat zal bijna klaar zijn. En wij zijn er pas over 10 minuten. Dus Jules, laat zien wat je voor vermomming hebt meegenomen. Kijk, ik dacht dus, wat nou als één van ons daarheen gaat? En ik heb dus een scheetgeluiddicht. Dan moet je daar blazen en dan hoor je een wind. Dat is toch vet grappig? Ik zag helemaal voor me dat iemand dan bukt en dan blazen er zo. Oké, nou dit is jouw haar, Stefan. Moustache. Ja, dat is top, dat is top. Ja, ja. Maar we hebben trouwens een mondkapje. Ja, dus dat heeft weinig nut. Hebben we die nodig? Ik heb deze voor jou. Je kan hem wel op je mondkapje plakken. Oh, een bril, oké. Een brilletje, een brilletje. Top. Want ik heb mijn eigen bril. Maar ik denk dat dus deze is denk ik echt het allerbeste. Nou. Dit is toch een heel... Ja, wat? We hebben hier allemaal helemaal niks aan. Dit is toch geweldig? Dit is geweldig. Dit is echt top. Yo, je bent hier zo slecht in. Nou, had het dan lekker zelf gedaan. Oh. Nou, dit is toch geen vriend. Dit is echt alsof iemand doodziek is. We zijn er, want het is achter deze brug, weet ik. Oké. Fuck, ik ben helemaal zenuwachtig. Ik ben ook zenuwachtig nu opeens. Maar... Oh my god, ik ben zo'n zieke computernerd. Dat heb ik nog nooit gezien, maar ja, wat ben jij een dommerd, hè? Ik zou je niet herkennen. Kijk, nu ben je echt zo iemand die daar werkt, bij de computerafdeling. Ik ben bij ICT, ik ben van GoGo. Oké. Godver. We zijn er bijna, jongens. Oké. Shit, we zijn echt net iets laat, hè? Goedemiddag, met Stefan. Ik... Kom voor je open. Yo, top. Jongens, ik heb... Oké, dat ging makkelijk, dat ging makkelijk. Met de moustaches. Ja, dat kan toch? Ah, ik zie zijn auto. Oh mijn god, daar loopt hij. Hij loopt met zijn auto. Oh my god, ik heb koude stress. Ga eruit. Stefan, hij herkent je auto. Pas op, je gaat niet daarheen. Stefan, pas op, je komt nu in beeld. Je komt daar. Hij gaat het zien. Nee. Oh nee, toch niet. Ik moet nog die auto draaien. Sorry. God, hij is al buiten. Shit, sorry. Oké, maar dan moeten we hem achtervolgen naar zijn huis. Je moet achter hem aan gaan rijden. Maar jij ziet er wel al anders uit. Doe die mondkap op. Hier is je mondkap. Oh ja, Oké. Nee, wacht. Maar kijk, de achteruit zijn getint. Daar rijdt hij. Hij rijdt weg. Oké, doe de mondkap op. Ja, kijk, er zit iemand tussen. Ik weet niet wie dit is. Ja. Is het een Everbros? Ja. Daar gaat hij. Daar gaat hij recht. Zoom in mijn auto. Waar is hij? Oh,
Oh my god. Nou, dit gaat al helemaal mis. Ja, dit gaat helemaal mis. Ze zijn net te laat. Wat kut. Kut, sorry. Er zijn twee polo's. Kut! Welke is het? Welke is het? Het zijn exact dezelfde auto's. Welke is het? Hé? Ik weet niet welke je moet volgen. Hoe kan dit? Hoe groot is de kans? Het is die hier, hè. Kut, en de Everbro zit ook achter ons. Volgens mij gaan ze dezelfde kant op. Deze weg. Ja. Hier is nog een polo. Hier is nog een zwarte polo. Waarom heeft hij zo'n unieke auto? Doe die mondkap voor je mond. Ja. Want anders herkent hij hem. Er zit er nog één. Dit is de vierde. What the fuck, er zijn vier zwarte polo's. Ja, maar die linker, dat is dat Jula sowieso. Die zit te gassen. Het is die linker, hè? Ja. Nee, niet die linker. Die rechts, die helemaal rechts daar, of niet? Nee, het is volgens mij deze. Kut, volgens mij is het deze hier rechts. Ik hoop het voor je. Nee, we gaan ernaast. Nee, wacht, ik ga daarnaast staan. Ik ga wel zo zitten even. Het is hem. Niet zo filmen. Je moet voor mij zitten, filmen. Film hem. Ja, maar ik kan het toch niet filmen, dat valt op. Film hem, ja, hij kijkt niet. Film hem. Ik kan hem niet aan. Film hem. Steve, doe die kap op je mond. Kut, hij kijkt. Hij kijkt. Oké, doe die kap. Hij kijkt. Ik rijd er langs. Joh, jij zit echt geblindeerd eraan, dat maakt niet uit. Ja! Dan kan jij beter filmen, toch? Ja, oh ja. Als hij langs gaat. Heb je een geblindeerde achteruit? Ja, ik heb geblindeerde achteruit. Oh, hij gaat je inhalen. Ja, hij zit heel erg te kijken, ik ga stuk. Maar hij denkt waarschijnlijk van irritante fan. Nee, niet zo opvallend filmen. Jongen. Zou hij ons gezien hebben, Steve? Ja, hij zag wel dat je filmde, maar hij denkt gewoon dat het fans zijn. Dat gebeurt wel vaak. Ik denk dat hij nog niet doorheeft, anders was hij wel... Ben ik nu herkenner? Nee, ik zou je oprecht denk ik niet herkennen. Nee, gewoon echt niet. Steven, we kunnen hem nog één keer inhalen en dat Julia dan filmt door het raam heen. Ja, film. Dat jij kun je moet, niet jij zien. Jij moet filmen, Joe. Maar Siebe, jij moet recht normaal voor je gaan zitten. Jij zit helemaal... Wat doe jij? Ja. Hoe zit jij in de auto? Rustig zitten. Oké, ik film. Hij zat heel erg te kijken. Denk je dat hij weet of wij het zijn? Ik weet het niet. Hij zit heel erg te kijken. Ik kom weer langs. Nee! Kut, rij! Hij zat zo boos te kijken! Hij komt door shit, rij! Ik ga niet door die mijn baan. Ik ook, heel erg. Heb je de kap op? Hij heeft het niet door, Heeft het niet door? Waar is hij? Je moet hem nu wel weer inhalen. Zie je hem nog? Nee, ik zie hem ook niet meer. Hij rijdt helemaal links voor daar. Hij rijdt helemaal links en hij gaat naar de linkerbaan. Ja, maar hij denkt dat we hem gaan vermoorden of zo. Ja, maar ik ga hem ook vermoorden. Oké. Maar dat jullie van de irritante hippies zijn. Kijk, Stefan ziet er echt niet uit, joh. Maar hij gaat hier eraf, denk ik. Hij heeft zijn knipperlicht niet aan. Hij gaat rechts. Hij heeft het zo, hij vindt ons echt doodeng. Denk je dat hij ons probeert te loosen? Ja, dat denk ik zeker weten. Want hij gaat nu opeens niet meer naar rechts, zie je dat? Oh mijn god! Inderdaad, hij deed een schijnbeweging alsof hij naar rechts ging. Hij is zo bang. Ik denk dat hij echt denkt dat wij hem in elkaar gaan rammen. Maar we zitten te dicht achter hem. Het valt op. En hij is een alerte jongen, vergeet dat niet. Ja. Echt heel alert. Kijk, hij gaat gassen. Hij gaat er vandoor. Oh. Kijk, hij is ons zo hard aan het doen. Hij gaat naar rechts. Gaat hij eraf, denk ik. Ja, ik denk echt dat zijn hart in zijn keel zit. Ik denk echt dat hij denkt, waarom word ik zo achtervolgd door van die computernerds? En het grappige is dat wij nog een vermomming hebben om een computernerd te hebben, maar Siebe is gewoon een computernerd. Kan Sean hem niet bellen? Want Sean is toch in Rotterdam? Dat hij zegt, yo... Ja, Sean is in Rotterdam. Jawel, jullie moeten dat zeggen. Ik bel Sean. Oké. Okay. Bel Sean Demmers. Wie de fuck gebruikt dat? Weet Sean dat het... Ja. Hey Sean, verdomme, je neemt nog eerder op dan je schaduw. We vroegen dus aan Sean of hij Tajula kon bellen om te vragen of hij kon komen chillen. En als hij dan niet kon, dan kon hij dus vragen wat hij dan wel ging doen. En dan wisten we precies waar hij heen ging. Misschien zegt hij wel van, yo, ik word trouwens nu echt achtervolgd. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Hij rijdt ook heel langzaam opeens. Ja, hij rijdt echt langzaam. En het wordt steeds opvallender omdat er niemand anders rijdt. Ja, alleen klopt. Wij. Klopt. We hadden een trekker op zijn auto moeten plaatsen. Trek. Wow, inderdaad ja. Ja. Als we de volgende keer iemand gestalkt doen. Ja, we gaan toch nog meer mensen stalken? Ja. Ik wil nog steeds heel graag stalken. Dat moet je niet zeggen. Waarom niet? Anders weet hij het. Oh ja, kut. Siebe, je zit hier niet erin hoor. Ik hou expres wat meer afstand nu.
Ja, want anderhalve meter. Corona. Kijk, snel. Hij gaat daar namelijk links. Gaat hij tanken? Hij gaat tanken. Hij gaat tanken. Ja, hij gaat tanken. Hij gaat tanken. Hij gaat tanken. Stefan de Vries. Doorrijden. Hij kijkt heel erg. Hij ging helemaal naar voren leunen. Hij keek vol naar. Deze pruik jeukt ook als een malle. Ja, ik heb het ook bloed. Ik ben helemaal aan het zweten onder je mondkap. Verdomme. Oh, wat stress, hé. Zou hij nog staan? Als hij weg is, dan is hij dit echt als afleiding. Nee, hij staat daar buiten. Hij staat buiten. Ja, hij is met Sean aan bellen natuurlijk. Ik film. Oh, maar hij ziet ons nu terugkomen. Film hem, joh. Hij zit zo te kijken. Hij kijkt zo boos. Oh, nee. Hij vindt het echt niet leuk. Hij vindt het echt niet leuk. Hij zit te bellen met Sean en ik word helemaal... Oh, hij kijkt zo kwaad. Ja, maar hij Sean... Kijkt echt zo. Ik doe even mijn kap af. Hij kijkt echt zo. Ja, precies. Ja. Echt zo. Hij was... Oh, Sean belde me. Oké. Okay. Ik heb hem net gesproken en hij zegt... Het eerste wat hij zegt, ik denk dat ik achtervolg word houden. Ik zeg, huh? Ik zeg, je wordt para, of niet? Hij zegt, nee man, nee. Ik zeg van, wat ga je dan vanavond doen? Ja, hij zegt, oh ja, want ik ben in Rotterdam. Als je iets wilt drinken of zo, moet je even zeggen. En nu komt hij dus echt naar mij toe, omdat hij denkt dat ik hem achtervolg. Okay. Hij zei letterlijk, ik zag Stefan zijn auto, maar ik zag hem niet rijden. Oké, maar hij komt dus naar jou toe vanavond. Ja, wat vet kut is, want ik zit hier gewoon met een vriendin te eten. En nu gaat dit helemaal mis, want nu komt hij naar mij toe, omdat hij het niet vertrouwt. Toen besloten we een locatie naar Sean te sturen, vlak bij ons in de buurt. En dat Sean tegen Tajula kon zeggen dat hij daarheen moest komen. Ja. En dan is Sean er niet, maar dan sta jij daar. Oh. Dat moeten we doen. Oké. Eindelijk even uit de auto. Sean had dus de locatie naar Tajula gestuurd, waar wij nu staan. En we dachten, misschien is het leuk als Tajula hier is, dat we dan stiekem langs hem gaan lopen of wat aan hem gaan vragen. Weet hij misschien wat de bus helpt met? Ja. Maar Steve, hij gaat nu... Een polo. Nee, dat is mid. Niet te veel hoppen. Ik denk dat we nu iets moeten doen. Ik bel Sean. Ja, ik bel Sean. Ik ga hem deze locatie sturen, dat hij deze locatie naar Tajula moet sturen. Oké, vertel, want ik wil eigenlijk dit afkijken. Ik wil hier helemaal niks meer mee doen. Nee, we gaan jou loslaten namelijk. Dan heb jij ook niks meer mee te maken. Want kijk. Ik heb mijn live locatie naar hem gestuurd. Waarom stuur je dat? Oh my god, Sean! Hij vroeg erop. Oké, we wachten. Godver Julia. We wachten nu op Sean zijn reactie. Want hij gaat nu vragen of hij even daarin kan komen. Omdat Sean zogenaamd onderweg naar huis was en even kan meeten. En als hij daarheen komt, dat is dus hierachter. Gaan we kijken of we hem kunnen zien. Sean wilde er niks meer mee te maken hebben. Dus nu belden we Daniel of hij Tajula kon vragen of hij wilde chillen. Hij had namelijk zogenaamd van Sean gehoord dat hij ook in Rotterdam was. Dit is dus echt niet handig wat jij nu doet. Jawel, want... Luister, wat je moet doen... Nee, Julia, haal van je mond. Dit is echt een topplan, want Joël belde me laatst. En want die was in mijn hoed en die zei, yo, ik bel je even, want ik ben in je hoed. Kom je chillen. Dus het is perfect. Perfect. Jij zegt de hele tijd... Nee, jij bent dom. Fuck you, Daniel. Ik haat jou. Nee, dat is een goed idee, joh. Nee, je kan er gewoon niet tegen dat jij geen goed idee hebt. Je bent gewoon shit, Julia. Ja. Ik ben gewoon geen ene malle boer. Hou je ik bedoel, heb je een website? Wat kan je wel betreffen? Kijk, stuur nu tikken van die cappuccino. Ja, stuur maar tikken van die cappuccino. Oké, nou, we staan nu bij een restaurant. En we gaan nu, tenminste Daniel, is nu aan het kijken of Joël hierheen kan komen. Daniel, bel me nu. Sorry. Yo. Ik heb belt Joël. Hij zegt, ja, ik rijd nu naar een locatie in Zwijndrecht. Sean heeft me een locatie gestuurd. Ik kom daar nu heen. Een andere locatie hebben we naar Sean gestuurd. Ja, hij rijdt nu naar de locatie van Sean. Godverdomme! Ik kan niet gaan. Redden, Julia. Hij komt dus naar die locatie die ik naar Sean heb gestuurd. Die bij de tankstation. Oh, daar. Ja, waar ja, we als ja. eerste zouden afspreken. Oké. Okay, we zijn dus nu op die plek. Die Sean is het dorpje waar we net waren. Ik weet niet of het is. Jules, jij moet daar naartoe lopen. En je moet stiekem filmen, ja? Oké, maar doe jij deze dan doen? Waarom moet ik dit om? Kan je even goed doen? Ja, beter. Okay, Jules, jij gaat ik hoor zijn muziek, ik hoor zijn muziek. Echt? Hoor je het? Okay, Jules, hij komt hier. Okay. Oh mijn god, dat is dat hem? Nee, niet dat. Oh ja, ik zie de pocket van zijn auto. Oké, ga je op. Vraag hem naar hem. Ja, ik loop al, maar ik doe het. Hij rijdt door. Hij draait om. Ja.
Nee. I know. Oké. Kijk, hij komt er nu aan. Ik doop haar gewoon. Ik ben fucking eng. Ja. Nee. Ja. Ik ga hier maar gewoon links, want ik weet niet wat ik moet doen. Maar waar loop je heen? Waar loop je heen? Waar loop je heen? Ja, ik ben eventjes maar om de hoek gelopen. Nee, we gaan naar zijn auto toe. Je moet hem zelf vragen. Ja, nee, dat durf ik echt niet. Jawel, vraag het aan hem. Je moet het doen. Wat moet ik vragen dan? Nee, ik weet het niet. Dan weet hij het. Oh, daar loopt hij, daar loopt hij, daar loopt hij, daar loopt hij. Oké. Oh mijn god, daar loopt hij, daar loopt hij. Hij is denk ik met Sean en Dylan nu. Oké, ik zit nu achter de auto. Waar is hij nou? Waar is hij? Waar is hij? Oh mijn god, ze loopt voor hem langs! Ze loopt voor hem langs! Ze loopt, ze zwaait naar hem! Nee, ik heb een shot. Dus ja. Ja, ik heb van nul. Nee, maar ik weet niet. Dit is wel erg. Ik heb van nul. Ja. Na wat overleg besloten we dat het wel lang genoeg heeft geduurd en ging ik hem confronteren. Daar gaan we. Oh god, ik ben bang. Mijn bril beslaat. Hij gaat er zo erg haten. Ik zeg even sorry, Tadjula. Sorry, man. Hallo? Weet u misschien waar Rotterdam is? Weet u dat? Hey. Yo! Yo! Hey! Oh my days. Die existen. Vond je niet leuk dat ik zo lief naar je zwaaide? Jij maakte het verdacht. Vanaf Rotterdam, broer. Kijk, weet je wat? Ik wist echt niet, hè? Ik wist echt niet. Ik dacht gewoon, wat kent deze mij altijd zo lang, G? Wat is die probleem eigenlijk? Broer, je wordt met de dag vervelender, ja? Hoezo? Hoe lang heb je mij gevolgd? Vanaf GoGo. Ik weet wat het ding was. Je wilde eigenlijk in het gebouw gewoon je volgen. Alleen toen jij naar buiten kwam lopen, kan wij net aanrijden. En mij naar buiten zien lopen ook. Ja, wij kwamen. We reden die parkeergarage in en we zagen jouw auto. Opeens zagen we jou naar je auto lopen met Afro Bros. Toen dacht ik, toen gingen wij weer achteruit zo. Toen reed je weg. Toen moesten we je op de snelweg achtervolgen, maar dat wilden we helemaal niet. Hé, hey, Sean, wie zat allemaal in deze complot? Sean? Ja, iedereen die je Daniel? Ik zeg je eerlijk, ik kreeg een beetje heel veel adrenaline in mijn man. Oh, sorry. Ik dacht. Wil je een knuffel? Kom dan. Van mij? Kom maar. Maar om het goed te maken ga ik een blind date met Julia regelen voor jou. Ja, een blind date. Een blind date. Ja, zo. Zonder kleren. Maar dan mag je niet kijken. Nee, zo. Zonder kleren, maar dan mag je niet kijken? Ja. Oh. Alleen voelen. Voelen vind ik ook goed. Hey.